Maar dit, puur de snelheid, is... is krankzinnig! Je ziet het weer. We hebben weer eens een keer ons racepak aangetrokken. En dat betekent dat we iets leuks gaan doen. Heel leuk, mag ik wel zeggen, deze keer. Waar we hier naar kijken is misschien wel de toekomst van Formule 1. Het is Formula Student en studenten zijn de toekomst, immers. Het is makkelijk om te denken, het is een studentenraceauto. Dus het zal wel niet veel voorstellen. Nou, let maar even op de cijfers. Dit is een elektrische racer, weegt 180 kilo. Op elke hoek een elektromotor die, als je hem vol vermogen geeft, samen 190 pk kunnen produceren. Dit ding accelereert sneller dan 100 km per uur dan een Formule 1 auto. Als je alle vleugels eraf haalt en de transmissie aanpast, loopt hij over 300 km per uur. Met andere woorden, dit is meer dan een serieus apparaat. Wel, het is een studentencompetitie, moet heel erg veilig zijn. Dus voor de competitie wordt hij begrensd op 110 pk. Maar dan nog is dit dus echt een ontzettend, ontzettend snel ding. Heel erg opvallend, de vleugels. Hij heeft geproduceerd zoveel downforce, meer dan 450 kilo. Op topsnelheid dat hij in theorie al vanaf 80 km per uur ongeveer ondersteboven tegen een plafond aan zou kunnen rijden. Dat zijn al een beetje de feitjes die bij zo'n ding horen. Het mooie is dus ook, het is helemaal handgebouwd. Ze beginnen elk jaar min of meer opnieuw aan het project. Met de hulp van alle sponsors die je op het apparaat ziet. En dat is natuurlijk ook wel nodig. Maar hoe beter je er naar kijkt, hoe meer in detail je naar alle dingen kijkt, hoe meer je ziet dat het... dat het echt serieus van de kwaliteit van een echte raceauto is. Op dit moment zijn de jongens van de TU van Delft alweer bezig met het maken van de raceauto voor het komende raceseizoen. Maar om jullie vast een idee te geven van hoe het is om met zo'n apparaat te rijden, mag ik vandaag rijden met DUT 19. En ja, 19 staat natuurlijk voor 2019. Dus de auto die in dat jaar is gebruikt. Hij heeft ook dingen gewonnen, dus het was in zijn tijd een van de allerbeste, zo niet de beste van de wereld. En één ding is al een heel klein beetje jammer. Ze hebben voor mij het vermogen nog maar een keer teruggeschroefd naar 60 pk. En zelfs die 110 schijnt nogal veel te zijn. Ik laat het allemaal op me afkomen. Geen heel erg elegante locatie, maar dat maakt niet uit. We hebben gewoon een asfaltvlakte. Vliegveld Rotterdam op de kortste dag van het jaar. Het is fris, maar het is zonnig. Dus laten we maar gewoon instappen. Ik zou bijna willen zeggen gas geven, maar dat is het natuurlijk niet. Het is een elektrische auto, dus we gaan stroom geven. En dan eens even kijken hoeveel plezier je kunt hebben met een elektrische racer. En dus misschien wel in de toekomst van de Formule 1. Eerste metertjes in de Formule Student auto. Zo. Ja, dat elektrische auto's heel stil zijn, dat valt dus wel mee. Wat ook meevalt is de hoeveelheid grip, of liever tegenvalt. Die is echt nul. Zo! Dat was nog steeds niet eens vol vermogen en hij knalt echt vooruit. Steentjes tikken tegen de helm. Het is echt nog veel sneller dan de schakelkaart. Puur tegen het koppel, wat zo gigantisch hoog is. En de tractie ook. Het is zo snel. Ja, bodyroll is natuurlijk nul. En het leuke is dat je voelt die torque factor is echt mega. Je kunt dus echt op vermogen voelen dat je hem echt de bocht door kunt trekken. Maar ik kan me gewoon niks meer voorstellen hoe het is om die ding vol vermogen te rijden. Ik rijd vandaag dus net ongeveer de helft van het vermogen. Wat binnen de competitie is toegestaan en een derde van het vol vermogen wat dit ding aan kan.
Ah, ik had eigenlijk gewoon een bui op. Dit niet. Dit gaat een stukje. Goeiedag zeg. Ja, als je een beetje gaat pushen, dan begint hij dus wel een beetje uit te breken van de achterkant. Rennen is ook onvoorstelbaar. Het is. Ja, het duwt het pedaal echt een millimeter in en je blokkeert gewoon al bij de wielen. En dat is de pure generatief vermogen. Eigenlijk voor zo'n. Laten we zeggen, studentenproject. Voelt het allemaal best wel mooi uitontwikkeld uit. De controle is echt super goed. Oké, dat was een pionnetje dat ik denk ik met de achterwiel aantikte. Goedendag zeg. Ik denk met de juiste transmissie. Dat je met de ding op de kartbaan. De schakelkaart ook veel te snel af bent. Maar dit puur de snelheid is. Het is krankzinnig! En ik haal nog niet eens waarschijnlijk de helft van de potentie van de ding eruit. De uitdaging van de ding is dat ik eigenlijk vaak harder juist een bocht door moet gaan dan je denkt. Omdat hij zich heel goed met die vier motoren en de torque factoring de bocht om kan trekken. Dus je moet niet echt zozeer op mechanische grip vertrouwen, maar meer op het vermogen van die vier motoren om je de hoek om te laten roteren. En dat is niet makkelijk om dat onder de knie te krijgen zeg. Nodige aero-meldingen, even tot stilstand komen en dan doet hij het weer. Ja, het blijft natuurlijk een studentenproject. Ik ben al lang blij dat hij het zo goed doet als dat hij niet doet. Zo, voor degenen die nu nog steeds twijfelen of je een beetje lol kunt maken met elektrische auto's, heb ik al het antwoord. Het is waanzinnig. De acceleratiekracht, de torque factoring vooral. Het is echt een hele knop die je in je hoofd moet omzetten. Vaak denk je dat je niet harder nog de bocht om kan, maar wat je juist moet doen is meer vermogen geven, zodat je die rekenalgoritmes voor jou kunt laten uitdokteren. Hoe ze door het vermogen naar de vier wielen te sturen, de auto nog harder de bocht om kunnen roteren. Het remvermogen, de downforce, het is allemaal veel te veel voor je. Ik geef eerlijk toe, ik heb een paar minuten gereden en mijn schouders die branden nog steeds. Het is werkelijk, als dit de toekomst van racen is, maar dan laten we zeggen uitvergroot richting de Formule 1 met gewoon bakkenvermogen, vierwielaandrijving. Zo saai is de toekomst denk ik ook wel niet. Nee, ik zeg laat maar komen. Dat is één ding wat de jongens van Formule Student Delft in ieder geval vandaag aan mij hebben laten zien. Top, nog een keertje.